In deze instructiefilm gaan we video's downloaden vanaf YouTube. Het downloaden van online video's kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld de video wilt bewerken in een montageprogramma of de video wilt tonen op een plek waar je geen internetverbinding hebt. Door de video te downloaden komt hij op je eigen computer te staan en kun je er vervolgens mee doen wat je wilt. Er zijn op internet vele websites en programma's beschikbaar om online video's mee te downloaden. Een bekend programma is YouTube Downloader, maar omdat je daarvoor software moet installeren, kijken we in deze video naar de website www.keepvid.com. Hierbij heb je alleen een internetbrowser nodig om een YouTube-video te downloaden. Het downloaden zelf is eenvoudig. Open www.keepvid.com in je browser. Als je onderaan de pagina klikt op FAQ, wat staat voor Frequently Asked Questions of Veelgestelde Vragen, dan krijg je een lijst te zien van alle online video-sites waarvan Keepfit de video's kan downloaden. De bekendste site daarvan is YouTube. Ik zal je laten zien hoe je van die website een video kunt downloaden. Open daarvoor youtube.nl in een andere tab. Mocht je willen weten hoe je met meerdere tapjes in je browser werkt, bekijk dan de instructiefilm Werken met tapjes in een browser, die je in de bibliotheek kunt vinden. Ga naar youtube.nl, zoek de video op die jij wilt downloaden en selecteer bovenin je scherm de URL. Dat is het internetadres wat in je browser staat. En kopieer dat adres door er met de rechtermuisknop op te klikken en kopiëren te kiezen. Of door de URL te selecteren en tegelijk op je toetsenbord de toetsen Ctrl en C in te drukken. Ga nu weer naar het tabje met Keep Wit, zet je muiscursor in het invulveld, klik op de rechter muisknop en selecteer Plakken. Je kunt als je muiscursor in het invulveld staat ook op je toetsenbord de toetsen Ctrl en V tegelijk indrukken. Klik daarna op download, wacht enkele seconden totdat er een mededeling van KeepFit verschijnt, zet een vinkje aan en klik op run. De video wordt voor je opgezocht. Je krijgt nu verschillende videoformaten te zien waarin je de video kunt downloaden. Een formaat dat je in veel programma's kunt gebruiken is mp4 video. Daarvan gaan we de versie met de hoogste resolutie downloaden. Klik de link aan en KeepFit vraagt wat je met het bestand wilt doen. We gaan de video's opslaan en ik kies voor het gemak mijn bureaublad om de video op te plaatsen. Als de video gedownload is, ga ik naar mijn bureaublad en daar zie ik de YouTube-video keurig staan. Je kunt hem nu zonder internetverbinding afspelen. Mocht je problemen hebben met het afspelen, dan raden we aan om het programma VLC Player te downloaden. Dit is een videospeler die vrijwel alle videoformaten probleemloos afspeelt. Je kunt het programma gratis downloaden vanaf de website www.videolan.org.